Dames en heren, welkom. Van harte welkom bij dit eerste open huis van het Stadsdeel Oost. Wij moeten dus voor zorgen dat er in Oost, in de verschillende gebieden van Oost, in de 5 gebieden van Oost, dat daar dingen gebeuren waar u wat aan heeft. Want u woont ergens in Oost en misschien vindt u wel dat het goed gaat. Misschien heeft u nog wel ideeën over hoe het beter kan. En dat willen we graag van u horen. Want wij gaan een programma maken, een gebiedsplan maken voor 2015 en ook straks voor 2016, 2017, 2018. Waarin we gaan proberen om het in uw buurt, bij u thuis, bij u in de straat, nog beter te maken dan het nu al is. Anders dan in het verleden waarbij de gemeente initiatief nam en vertelde wat er ging gebeuren in een gebied, stelt de gemeente zich faciliterender op en zijn we meer op zoek naar de behoeftes en de opgaven in het gebied. En daarom is het ook van belang dat we van bewoners en betrokkenen horen welke behoeftes er zijn om die opgaven te kunnen formuleren. We staan naast het bord waar wij iedere maandagochtend om 9 uur naast staan. En dan zitten er gemiddeld grofweg 25 collega-ambtenaren, soms bestuursleden, soms ook mensen die even een kijkje komen nemen hoe werkt het nou eigenlijk. In het midden hebben we de gebiedsagenda waarin de belangrijkste prioriteiten en opgaves uit het gebied staan geschreven. In de ring daaromheen is het gebiedsplan. Waarin grote brokken werk, de projecten die we uit gaan voeren om invulling te geven aan de prioriteiten opgeschreven staan. En in de buitenste ring plakken we de wekelijkse activiteiten om invulling te geven aan die projecten. Ja, wij zijn als verlengd bestuur de vooruitgeschoven om te gaan luisteren naar de bewoners, de ogen en de oren van Oost. En ja, ik vind het geweldig als ik zie hoeveel mensen de moeite hebben genomen om daadwerkelijk hier vanavond naartoe te komen om met ons het gesprek aan te gaan. Armoedebestrijding lijkt me een heel heftig thema. Gemiddeld gaat het wel goed op Eiburg, maar dat is een enorme variatie. Ik heb parkeervergunning, die worden allemaal ingetrokken nu. Nou, een beetje vreemd. Misschien is het wel een goed idee om even een geeltje te maken met je naam erop, zodat we weten, weet je wel, om het gesprek voor te kunnen zetten. Maar ik denk, daar hebben we wel dat Muiderpoorttheater, wat een soort gesloten geheel is. Je zou daar gewoon, het zou echt een plek voor en door de buurt moeten worden. En wat wij nu willen is proberen om van het evenement, van het sale zeg maar, echt een buurtfeest te maken en een goed feest voor Amsterdam. Heel erg interessant, omdat we nu echt de kans krijgen om met het mensen die het voor het zeggen op het Stadsdeel in gesprek te gaan. Dus we willen eigenlijk lokaal ondernemen gaan stimuleren. Dat willen we doen door ondernemers, kleine bedrijven en grote bedrijven bij elkaar te brengen tijdens 4 evenementen per jaar. Ik was net bij de bijeenkomst over Oud-Oost en daar bracht de eerste spreker op dat we graag iets met jongeren zouden moeten doen. En er werd direct op gereageerd. Hoe dan? En anderen vroegen zich meteen af of dat dan geen overlast veroorzaakt. We hebben contact gelegd en we gaan kijken wat er mogelijk is om iets te organiseren voor jongeren in het Oosterpark. Ah, iets moois samen organiseren in jullie Oosterpark. Ja, ja. Nou, tof! Heel tof. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, dan moet u naar Mirjam, voor andere Mirjam. Het jongerennetwerk gaat daarachter in de hoek. En dan hebben we ook nog, even kijken hoor, wie vergeet ik nou bijna? Blije Buren, Peter, die staat zo in de hal. Het is een heel groot succes deze avond. Er zijn ontzettend veel mensen gekomen. Mensen zijn heel erg enthousiast. Komen met vragen, komen met ideeën, spreken met ons. Dit is beter dan we ooit hadden kunnen hopen. Wat je ziet, en dat typeert ook wel Oost, dat er heel veel mensen zijn gekomen. Ik denk dat er wel tussen de 150 en de 200 mensen waren die niet alleen met ons en met onze AB'ers in gesprek zijn gegaan, maar met name ook met elkaar en ideeën hebben uitgewisseld hoe het talent van de een een oplossing kan zijn voor het probleem van de ander. Dank aan het Stadsdeel. Tot ziens allemaal bij de Blije Buren. Ciao a tutti. Doei. Bye.